1. Goedendag jongens. Jullie krijgen van mij een stukje spectrumanalyse wat ik met jullie wil gaan doen. In het kader van de module MSP, tweedejaarsmodule. Je ziet al op de slide wat ik wil gaan doen. Ik heb 3 spectra voor jullie. Een massaspectrum. Ik zal er even de pointer erbij pakken. Massaspectrum. Ik heb een infrarood spectrum en ik heb een NMR-spectrum. Ja, je ziet me af en toe naar beneden kijken. Ik heb hier een paar laptops staan. Daar moet ik dan uiteindelijk bepalen wat voor stof is dit en wat is de structuurformule van die stof. Nou, ik heb daar een stappenplan voor. Je ziet dat hier staan. Dat stappenplan komt bijna overeen met het boek. Niet helemaal. Het boek doet het een beetje anders. Die doen eerst de massaspectra en dan de IR-spectra. Ik kies er zelf voor om eerst de IR-spectra te doen, omdat dat... Ja, ik wil weten met wat voor type verbinding ik te maken heb. Heb ik te maken met een alcohol, een ester, een zuur? Dat wil ik als eerste weten. Dat helpt me straks ook bij het bepalen van de bruto formule. Want dan weet ik al gelijk, oh, ik moet 1 of 2 zuurstoffen toevoegen. Dus ik kies ervoor eerst het IR te doen en dan de massa. Dan zie je hier de lijst met NMR staan. En die NMR helpt je om daadwerkelijk de structuur te bepalen. Nou, dan controleer ik hem weer of het een realistisch molecuul is. Een beetje een standaard dingetje. En dan kijk ik naar het massaspec om te kijken van, hey, heb ik hem ook echt goed. Dus het massaspec komt 2 keer voor. 1 keer om te bepalen wat de bruto formule is. 1 keer voor de structuur. Hebbes, nu eventjes. In het IR-spectrum zie ik een aantal belangrijke dingen. Wat ik zie is bijvoorbeeld hier, dit gebied, ik zal even een pennetje erbij pakken. In dit gebied kijk ik naar alle waterstofrekvibraties. Dus zeg maar deze. He, waterstof, koolstof, deze vibratie kijk ik naar. Die zie ik hier. Hier zie ik een gebiedje, niet zo heel groot. Dat zijn de 3-dubbele bindingen. Hier heb ik dan het gebied van de 2-dubbele bindingen. He, dus deze verbinding. En hier zit ik te kijken, dit hele gebied zit ik te kijken naar enkele bindingen. Maar in dat laatste gebied zit ik niet alleen te kijken naar enkele bindingen. Ik kijk daar naar rekvibraties van 2 koolstoffen. Maar naar buigvibraties van koolstof met waterstof. Ik kijk ook naar koppelingspieken, ketenpieken. Dus dit is een heel druk gebied met heel veel pieken. En dit is het fingerprintgebied. Dus een IR-spectrum begin ik meestal vanaf deze kant, die kant op. Dus ik begin eerst bij de groepenkant en kom dan terug bij het fingerprintgebied om nog te kijken wat het is. Allereerst zie ik hier een hele duidelijke piek. Ik zal er even een pijltje bij zetten. Deze duidelijke piek, dat is iets. En dan ga ik kijken in BINA's en dan vallen me eigenlijk 2 dingen op. Het is of een alcohol of een 3-dubbele binding, een alkien. Ik zie hier, in dit gebiedje, hier zaten de 3-dubbele bindingen. Dus dit zou inderdaad wel eens een alkien kunnen zijn. Nou weet ik, een alcohol, hè, dus een OH-rekvibratie, die kan waterstofbruggen vormen. En waterstofbrugvorming leidt tot hele brede pieken. Dit is niet zo'n hele brede piek. Dit is een vrij smalle piek. Dus ik weet dat ik een C3-dubbel gebonden C heb. Ik weet dus ook dat dit. Dus dit is waarschijnlijk, ik schrijf hem hier alvast boven, een C3-dubbel gebonden C. En waarschijnlijk zit daar een H aan op het eind. Want dat zou namelijk die piek verklaren. Dus voorlopig heb ik te maken met een alkien. Met een H eraan. Dit gebiedje, ik zal even mijn pointer erbij pakken. Dit gebied hier, dat is mijn verzadigde CR2-CR3 verbindingen. Dus die verwacht ik eigenlijk ook. Die zie ik hier als buigvibraties, zie ik die weer terugkomen. En verder zie ik eigenlijk niet zoveel in het spectrum. Deze hele brede piek heeft ook weer te maken met de alkien. Maar dit is in het fingerprintgebied, dus dat is lastig te beoordelen. Dus ik weet nu wat voor type verbinding ik heb. Ik heb te maken met een alkien. Even kijken, gaan we naar het volgende spectrum. Nu ga ik naar mijn massaspectrum. En in het massaspectrum vallen mij een aantal dingen op. Ik heb best wel veel kleine piekjes. Het eerste wat ik doe is N+2 piek. Mijn moleculaire ion, zie je hier staan, zit op 68. Dus dan kijk ik op massa 70, hier zie ik iets. Het antwoord is nee, ik zie daar niks, dus ik weet er zit geen brom en geen chloor in. Dat is belangrijk, want dat is de enige plek waarin ik het kan zien. In het IR-spec zou ik het kunnen zien als ik weet waar ik op letten moet. Maar in de regel is dit de enige plek waar je hem goed kunt vinden. N plus,
2 is er niet, dus n plus 1 is er wel, dus ik ga nu dat sommetje doen. Ik zie 19% is de moleculaire piek en 1,8% is de n plus 1 piek, waar ik de brute formule uithaal. Het aantal koolstoffen kan ik eruit halen. Wat ik dus nu doe, die 19% maak ik 100%. En dan weet ik dat 1,08% komt dan overeen, nou, kruislinks vermenigvuldigen, met ongeveer 5,7%. Die 5,7% is dus het totaal aantal als je 100 geweest zou zijn. Ik weet dat koolstof 13 1,1% toevoegt aan dit signaal. Dus als ik dit deel door 1,1%, dan komt daaruit 5 koolstofatomen. Dus ik weet nu, mijn molecuul heeft 5 koolstofatomen. Ik veeg hem even schoon. 5 koolstofatomen, dus ik heb de totale massa is 68. Min 5 maal 12 is gelijk aan 8. Dat moeten 8 waterstoffen zijn. Het zou ook zuurstof nog aanwezig kunnen zijn, dan zou die 8 veel groter zijn. Als dat zo is, dan zou ik er nog 16 af moeten halen. Want zuurstof heeft een massa 16 om daar te komen. Ik weet, ik heb geen OH gezien in mijn IR-spectrum, dus ik weet eigenlijk al, er zit geen zuurstof in. Ik kan er bovendien geen 16 afhalen, dus zuurstof zit er echt niet in. Dus mijn bruto formule weet ik nu is C5H8. De rest van het massaspectrum komt later wel terug, die gebruik ik voor de controle. Ik heb mijn bruto formule, dus ik kan verder. Even een check. Is dit een reëel molecuul, C5H8? Wetende dat het een alkyn is, dan weet ik dat CnH2n-2 is de algemene formule voor alkynen. Of voor verbindingen met 2 onverzadigdheden erin. Dat komt overeen met deze formule C5H8, voldoet daaraan. Dus het is inderdaad een alkyn en dan krijg je het dus ook hier bevestigd. Vanuit de IR wist ik het al, krijg het hier bevestigd en het is een reëel molecuul. Dus ik ga nu verder met mijn NMR-spectrum. C5H8. Stap 1 was hoeveel pieken. Dus ik zie hier. Hoeveel pieken. Ik tel 1, 2, 3, 4 pieken tel ik. Ik heb 5 koolstoffen waar waterstoffen aan kunnen zitten. Ik heb 4 pieken. Er moet dus een koolstof aanwezig zijn zonder waterstof. Haal ik hieruit. Chemical shift. Dan weet ik, ik ga een ander kleurtje pakken, ik heb speelgoed, dat deze pieken, daar wordt aangezogen. Dus daar zit die alkyngroep. Deze twee pieken wordt veel minder aangezogen. Dat zullen wel de restgroepen zijn. C5H8, dan ga ik het aantal pieken tellen. Eerst even dit weer weg, erase all. Als ik naar het integraal kijk, dan schat ik in dat dit 2 is, die 1. Die is ongeveer even hoog, dus die is ook 2. En deze is wat groter dan de rest, dus dat is 3. Dat is een gokje. Maar lijkt me wel een goed gokje. Tel ik het op, 2, 4, 8. Waar in totaal is, de totale oppervlak is 8. Ik heb 8 waterstoffen. Dit zit dus wel goed, dus ik kan verder. Als dit een 2 is, dan komt dat waarschijnlijk, is dat dan een CH2 groep. En aan deze kant moet wat komen en nog aan die kant moet nog wat komen. Dan heb ik hier een C met een H. Een C, H. Normaal gesproken zet ik daar die driekantjes op, want ik weet dat er nog moet komen. Doe het nou even niet. U zult straks wel zien waarom. CH2, nog een CH2 groep. En ik heb nog een CH3 groep. En ik heb een C zonder H. Nee, want die miste ik in mijn spectrum. Tel ik even op. 1, 2, 3, 4, 5. 2 plus 2 is 4. 1 plus 3. 8 totaal. Dus mijn bruto formule klopt. Dus ik kan nu puzzelen. Dus nu ga ik naar het koppelingspatroon kijken. Ik besluit vanaf deze kant te gaan werken.
vanaf deze kant ga ik op. Eerste plaats is CH2, hoewel, nee, doe hem andersom. Sorry, excuses, vergeet het eventjes. Oh, niet erase all. Oh, oh, oh. Ik begin hem toch vanaf die kant maar eens. Een CH3 groep. Ik begin nu even aan de CH3 groep, omdat het het einde is van de molecuul. Dat maakt het vaak wat makkelijker. De CH3 groep is opgesplitst in 3 pieken. 1, 2, 3. Dus ik weet dat hier moet N plus 1, dus 3 min 1 is 2, hier moet een CH2 groep aankomen. Dus ik teken hier een CH2 groep aan. Oh, dit wordt echt vreselijk om te zien trouwens. Jullie doen dit vast netter dan ik, maar ik moet met mijn vinger typen op mijn tablet, dus dat is een dingetje. Hier zit een CH2 groep aan. Die zit nog steeds niet bij die zuiger. Ik heb hier, ik heb hier ook een CH2 groep met een hoop pieken. Deze CH2 groep heeft 1, 2, 3 pieken, dus dat is een triplet. Dus die ziet een CH2 groep. Deze CH2 groep ziet sowieso al een CH3, oh sorry, deze CH2 groep ziet sowieso al een CH3 groep. Dus dat kan deze niet zijn. Dus het moet dan die zijn, maar die ziet een hele hoop pieken. Dus hier zit waarschijnlijk nog een CH2 groep aan. Ik wacht even voor jongens, ik ga even poetsen, want dit wordt helemaal niks. Ik ga even beginnen even een beetje met een schoon scherm. Ik heb een CH3 groep. Daar zit een CH2 groep aan. Ik heb dit van tevoren geoefend, maar ik heb warme vingers nu vanwege de camera. Dan komt hier weer een CH2 groep aan. En dat moet dan deze zijn. Dan betekent dat ik nu alleen nog een C over heb en een CH. Waar zitten die? Excuus voor het mooie tekenen van mij. Straks op jullie tentamen neem ik het jullie ook niet al te kwalijk. Hier, als ik hier een CH aantek, dan komt mijn structuur niet uit. Dus hier moet mijn koolstof wel zitten. Dan die driedubbele binding en die CH. Oftewel, dit is 1 pentaan. 1 pentien, excuses. Op die manier los ik hem netjes op. Klopt het? Deze ziet er 2 en geeft inderdaad een triplet. Deze ziet er 2, 5, veel dus. Dus die ziet die. Deze zit in de buurt van de zuiger en ziet er maar 2. Dus dat wordt een triplet. Dus dat is die. En dit kleine piekje hier. Oh, kom hier met de vinger. Dit kleine piekje hier is dan mijn CH. En het is inderdaad, hij heeft geen buur. Dus dit is een singlet. Dus dit zou inderdaad heel goed kunnen. Het is inderdaad een bestaand molecuul. Ik heb geen rare dingen. Ik heb geen 5 gebonden koolstoffen of iets in die geest. Dus dit zou inderdaad een goed molecuul kunnen zijn. Gaan we nog even naar het massaspec. Ik teken hem eventjes. Dus tegen jullie wel door, wish me luck. CH3. CH2. CH2. C. Driedubbel gebonden CH. Dit is een... Jemig, een 3. Ja, jullie snappen het wel. Aantal belangrijke breukvakken om te leren. Alfa-breuken. Sigma-breuken. Sigma-breuken zijn de breuken van een alkaanstaat waarbij er steeds een methylgroep afgaat. Laten we die eerst eens doen. Dat betekent, pak even een ander kleurtje, rood, dat deze groep eraf kan. Er kan dus een methylgroep af, een massa 15. Als ik dat dan doe, dan kom ik uit op deze piek. He, dus 68 min 15 kom ik hierop terecht. Dus dat kan. Die kan er mooi af. Dat zou mooi verklaren. Dit is dus die sigma-breuk. Dan heb ik ook nog een alfa-breuk. En die is, hier is een logische. En dit elektron gaat daar naartoe. Dit elektron gaat daar naartoe. Hier is een logische, dat hij hem hier breekt. Dus op 2 plekken kan hij hem breken. Hier gaat er een massa min 1 af. En dat verklaart deze grote piek bij massa 67. En er gaat een massa 29 af. En dan kom ik op deze piek. Hey, want dit gedeelte is massa 29. Dus ook met die alfa en die gamma breuken, die alfa en die sigma breuken, kan ik deze structuur heel mooi verklaren met het spectrum. Dus het is inderdaad 1 pentien.
En op deze manier los ik deze som op. Ja, voor jullie, oefen veel, volg het stappenplan, dan komt het goed. En probeer iets netter te schrijven dan ik op het tentamen zal.